Deze nieuwsopname is samen met Jurk Liesman, gelukkig, weer eens een keer. En dit is naar aanleiding van een filmpje waar Jurk op gestuurd was, waarin Kevin Annett een gesprek heeft met Ella Ster, een Nederlandse journaliste. En ik wist dat niet van dat filmpje. Ik ken wel Kevin Annett. Daar ben ik zelfs een keer bij op bezoek geweest toen hij een lezing of een vergadering hield in Waalwijk. Maar voordat we erin gaan duiken, allereerst hartelijk welkom Jurk. En wat fijn dat je tijd voor ons hebt. Ja, bedankt Perry. Ik ben blij dat wij eens een keer samen zoiets kunnen gaan doen. Want ik moet eerlijk zeggen, de laatste weken luister ik heel graag naar je video's. Het is alleen maar heel spijtig dat ik zo weinig tijd heb. Want als ik in mijn inbox ga van de e-mails die ik van jouw video's op YouTube krijg, heb ik een stuk of 10 in de wachtrij die ik allemaal kan zien. Okay. Ik heb de tijd gewoonweg niet. Maar luister, in de eerste plaats, we kennen elkaar ondertussen nu al een paar jaar. Hè? Jawel, hè? Je hebt mij enkele jaren geleden een keer gecontacteerd via een e-mail. Dan heeft het heel lang geduurd voordat we verder contact hadden. Dan zijn we bijeengekomen, hebben een paar video's opgenomen. We waren begonnen met de lezing van Rulers of Evil, Heersers van het Kwaad, te doen. Dann haben wir Bibelstudie gedaan, die wir auch noch eine Kerke gaan fortsetzen, van zover Michael terug een beetje tijd heeft, dann willen wir das sicher noch eine Kerke verder doen. Heel graag. Wir haben ein paar heel schitterende Dinge samen gedaan. Nu komde jij zondagsavonds meeluisteren naar mijn Duitse Buchlesingen, wat ik heel fijn vind. Daarvoor ook nog een keer bedankt dat je die tijd neemt en daar meekomt en live meeleest. Komt misschien ook nog ooit een tijd, wanneer je ook nog eens een keer live gaat inspreken, commentaar geven of wat dan ook. Dat is niet verplicht, maar het zou natuurlijk leuk zijn. Mm-hmm. En ja, ik heb dit video van Stella Ster en Kevin Annett gevonden. En ik heb zo mijn bedenkingen over Kevin Annett. Ik heb nu dat video zelf hier niet op, want ik heb daar een commentaar over geschreven. Daar kunnen we misschien straks nog een keer op gaan. Dat video van Stella Ster en Kevin Annett gaat dus over kindsmisbruik. Ja. En voordat wij nu die film gaan bekijken en dan hier en daar eens een keer gaan stoppen om daar commentaar op te geven, over dingen te spreken, over die zij spreken en misschien ook over dingen te spreken over die ze niet spreken. Mm-hmm. Want dat is altijd heel belangrijk, dat vergeten veel mensen, dat je ook over zo dingen moet gaan spreken. Wil ik toch eerst eens eventjes een beetje reclame maken in eigen zaak. Op mijn YouTube-kanaal Joggler66 doe ik sinds enkele tijd een videoserie die noemt Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Wat in feite wil zeggen systematisch katholiek kindsmisbruik. Ja, kindermisbruik. Ik ben deze serie begonnen in november 2018. Ik heb op een ogenblik 13 video's opgeladen. Ik moet daarmee nog verder. Ik heb momenteel een pauze, omdat ik nog op vertalingen wacht. Want dat is alles uit het Engels vertaald. En daarom heb ik het eventjes hier in Nederlands, die beschrijving via Google Translate, gewoon mijn Duitse beschrijving over vertaald naar het Nederlands, wat natuurlijk hier en daar waarschijnlijk een paar fouten zal bevatten. Maar als ik dat eventjes in Nederlands doorlees, moet ik het niet in Duits doorlezen en breken we onszelf niks af. Ja. Als we proberen dat te vertalen. Dus ik heb hier gedaan een nieuwe serie video's over het systematisch misbruik van kinderen in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Ik gebruik vertalingen die worden verstrekt door broers Maximilian, die het boek Romanisme en de Reformatie van Henry Gretten Guinness uit 1888 compleet in het Duits vertaald heeft. Mm-hmm. Dat ik ook gelezen heb op mijn kanaal. En broer Victor, die dat boek Hinter den Diktatoren, Achter de Diktatoren vertaald heeft uit het Engels. Mm-hmm. Dat ik ook compleet in 45 delen op mijn kanaal gelezen heb. Ja. De originele documenten zijn internetbronnen, zoals Richard Bennett, die hopelijk enkele mensen bekend zou zijn. Ook is zijn naam hier verkeerd geschreven, dat moet met dubbel T geschreven zijn. Mm-hmm. Richard Bennett is een voormalige Romeins-katholieke priest voor 22 jaar, die hoofdzakelijk Trinidad gewerkt heeft. En zijn website is www.bereanbeacon.org. Mm-hmm. En Nicolas van www.remnantofgod.org, van die ik vroeger al een heel mooie serie gedaan heb van 11 video's, Characteristics of Antichrist in Engels, 26 uur, 11 video's, zeer interessant om te gaan kijken op mijn hoofdkanaal. Mm-hmm. De sodomie en pedofilie zijn verankerd in de Rooms-Katholieke Kerk door afgoderij, aanbidden van valse goden en aanbidden van doden vanaf het begin. Deze video's zijn bedoeld om de Rooms-Katholieke Kerk te beschuldigen en hun misdaden aan het licht te brengen.
Ik hoop en bid voor een brede verspreiding van deze informatie. Nu, de punt waarom ik dat opgeladen heb, hier is de eerste deel overigens, als je dat kunt zien, 2000 keer bekeken van 10 november 2018, dat ik het opgeladen heb. Waarom dat ik deze serie begonnen ben en wat ik hier in deze serie tot nu toe gedaan heb, want ik heb hier heel weinig gevallen tot nu toe uitgehaald. En dat is iets, daar zullen we direct over spreken in dat video van Stella Stair met Kevin Annette. Het is trouwens ja? Ella, Ella Stair. Ella, ja. Oké, okay, Ella Stair, sorry. Ja, ja. Ella Stair en Kevin Annette. Die gaan heel veel gevallen aanhalen. Dat doe ik hier in deze serie bijna helemaal niet. Ik kom daar naartoe in de toekomst als ik nog verder lees. Maar deze eerste 13 video's zijn in feite allemaal gemaakt om aan te tonen dat kindsmisbruik in de Romeins-Katholieke kerk systematisch is. Dat wil zeggen, het is verankerd in hun roots. De Romeins-Katholieke kerk heeft, of kan, laat maar zo zeggen, het kan op basis van de Bijbel bewezen worden dat het kindsmisbruik in de Romeins-Katholieke kerk eigen aan deze kerk is. Mm-hmm. En ik vind het ook heel belangrijk dat we één ding hierbij verstaan, dat vaak vergeten wordt. Kindsmisbruik, wij zijn allemaal kinderen van onze Vader in de hemel. Ja. Kindsmisbruik is niet alleen misbruik van minderjarigen, wat natuurlijk nog des te erger weegt. Daar wil ik niks van wegnemen. Mm-hmm. Maar ook volwassenen, mannen of vrouwen, die misbruikt worden, zijn kinderen van onze Heer in de hemel, van onze Vader in de hemel. En ook dat is kindsmisbruik. Amen. Weet je, het is niet zo dat ene keer wij 18 worden, we ineens een andere mens worden. We zijn nog altijd dezelfde mens. Wij groeien in, laat ons maar zeggen, wijsheid, vooral als we de Bijbel daarmee bijnemen, want dat is de enige bron van wijsheid in deze aarde op die wij kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Wij groeien in ervaring, wij groeien in ons leven, we worden zogezegd volwassen, maar ook al zijn we volwassen, we blijven altijd kinderen. En ik denk, ieder ouder die deze video beluistert, die van zichzelf weet, ja, ik heb mijn zoon, die is 28, 35, ik heb een dochter, die is 24, een dochter, die is 19. En jij, Perry, bent ook een ouder. Jouw dochter is ondertussen 19, als ik niet mis ben. Klopt. Het blijft je dochter, hè? Mm-hmm. Ook al is ze 35, het blijft je dochter, hè? Ja, ja. Ook al zijn wij 90, we blijven de zonen en de dochters van onze Vader in de hemel. En als wij misbruikt worden van Satan hier op deze aarde gemanifesteerd door de Romeins-Katholieke Kerk, daar kunnen we later nog een keer op komen, dan worden wij misbruikt en dat is kindermisbruik, ook al zijn wij volwassenen. Ja, klopt. Ik vind dat is een heel belangrijk punt die heel vaak over het hoofd gezien wordt. Mm-hmm. Weet je, de wereld is zo pretentieus, sorry dat ik nog niet begin met die film, maar ik vind het wel interessant om eens een keer deze basis eerst een keer te leggen. Ja, ja. De wereld is zo pretentieus dat je bij wijze van spreken een kind in de wereld zet, in de schoot van de familie het gaat opvoeden, het gaat beschermen tegen aanvallen, attacken, aanvallen, ja. Slechte dingen van buitenaf in de familiekring, ga je het beschermen, ga je van afschermen van alles. En dan is dat kind 18 en je laat het de wereld uit en een van, oh, is ja een volwassene, nu maakt het ja niet meer. Nu kan hem ja naar het militair gaan, nu kan hem een kogel door de kop geschoten krijgen, dat speelt geen rol niet meer, want hij is ja volwassen. Dat is pretentieus, als je het mij vraagt. En ik heb iets tegen pretentie, ik heb iets tegen heuchelarij. En dat weet zeker mijn zoon, die ik daarom sinds anderhalve jaar niet meer gezien heb. Want ik heb hem duidelijk gezegd, als hem niet stopt met zijn heuchelarij, moet hem niet meer komen. Ik heb hem sindsdien niet meer gezien. Oké. Okay. Ja, ja. Okay, maar ik wist dat ik daar met vuur ging spelen en dat dat waarschijnlijk zo ging zijn. Maar goed, ik kan daar ook niet aan doen, dat is nu maar een keer zo. Nu, dat was een klein plädoyer dat ik eerst wilde uitbrengen om wat mijn motivatie is om over deze video een zending te maken. En ik ga dus de video hier direct afspelen. En Perry gaat elke keer, als hij vindt dat hier een commentaar gegeven moet worden, of ik ga dat doen, als ik vind dat er een commentaar gegeven moet worden, de video pauzeren. Ja.
En dan gaan we over iets gaan spreken wat ik daar juist aangehaald heb. Maar nadat ik nu mijn plaidoyer voor mij gedaan heb, wil ik graag natuurlijk mijn broer Perry nog de gelegenheid geven om een inleiding in zijn eigen woorden te zeggen over zijn motivatie, ook waarom dat hij mij uitgenodigd heeft om hier samen te komen en dit ding van Ella Ster en Kevin Annette te bespreken. En over Kevin Annette heb ik later nog dingen, die zal ik dan tijdens de video of naast de video zeggen wat mijn bedenkingen over zijn. Maar dat is niet voor nu. Nu wil ik eerst graag de keer Perry aan het woord laten. Ja. Nou, dankjewel Jurk. Nou, hou je vast. Dat wordt een hele interessante uitzending. Want het gaat niet alleen over het woord van Jurk of het woord van mij. Maar je komt Kevin Annette aan de lijn, aan het woord. En Ella Ster dus ook. Luister goed naar die feiten. En de bedenkingen waar Jurk het over heeft, over de rol die Kevin Annett speelt in dit grote verhaal. Er zijn meer mensen en die dat, daar hun dingen bij hebben. Maar dan nog staat hij stil bij een aantal zaken waarbij stilgestaan mag worden. Dus nou Jurk, ik zou zeggen start de band. En laten we gaan luisteren naar deze twee mensen. Ja, dan zullen we dat maar even starten. Welcome to Here We Stand. I am your host, Kevin Annett, Eagle Strong Voice. Welcome back. It is March 3rd, 2019. That was Hazel Dickens singing from the coal fields of West Virginia, an old miners' union song there. And I was always told by my mentors many, many years ago when I got into this work to always start your meetings with music. We've got to keep our spirits up, brothers and sisters, especially when we're dealing with these horrible, horrible subjects. Now, a lot of you are tuning in today for the first time. We got an incredible new number of listeners on the program, partly thanks to an interview I did with Sarah Westall over the last little while. Believe it or not, it's had over 500,000 hits. This is the recent news about the removal palace coup against Jorge Bergoglio, a.k.a. Pope Francis, and other things that we're going to be talking about today. I'm very honored and pleased to have with me today Ella Ster. She's a Dutch journalist. And her website is ellastur.nl for you folks interested in her background. Now, I'll bring Ella in now. Hello, Ella. Are you there? Hi, how are you? Oh, I'm doing fine. It's really good to have you. Good to talk to you again. Thanks for having me. I wanted to ask if you could give folks a little bit of a background who you are before we get into the meat of the topic tonight. Sure. Well, in a nutshell, I've been active in the truth community since early 2014. And I started my own blog in April 2016 as a citizen's journalist. We have written over 400 articles covering various topics. And our best read article, and you're going to be pleased about it, is about the intervention of the ITCCS in Zwolle, the northeast of the Netherlands, where a planned satanic ritual was stopped. I've been following the work of the ITCCS since early 2014, and I've been researching pedophile networks, spoken to a number of witnesses, abuse victims, insiders, and other researchers. And I read many books and documents about the subject, and the conclusion is that there's an extensive international pedophile network operating in the Netherlands, Belgium, France, other countries. Yeah, right. We will talk about it, hopefully, in the show. Oh, yes, that's what we're going to be talking about. Now, of course, the big stuff in the news is the relationship. One of the issues, of course, is the relationship between the present Pope, Pope Francis Jorge Bergoglio, and Maxime Zuriaga, the Queen of the Netherlands. Mm-hmm. And I know you've done an amazing amount of research on this. I wondered if you could kind of start on that issue and share with us some of what you know about them. Yes. Well, about the news that you brought forward last week, the jury for me is still out on the claim of whether they had a romance or not. But however, there are clear signs that they have a very special relationship. It becomes very clear on factual things that come forward. For instance, they both originate from Argentina. And according to this Argentinian magazine, Princess Maxima donated $200,000 to Bergoglio at a time when he was a cardinal and archbishop in Buenos Aires. And that was roughly $15,000 a month. And she gave him that money to expand the reach of a television channel of the cardinal and the archbishop. So right. That's quite remarkable. Hier heb ik alvast een opmerking, Jörg.
Even voor de kijkeraars. Er wordt hier geïnsinueerd dat Maxima Sorgheta, heet ze trouwens, dat ze een romantische relatie heeft gehad met Jorge Mario Bergoglio. Dat is dan een roddel. Ja. En ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ze gaat er een paar minuten later nog een keer op in, omwille van dat Maxima gestudeerd heeft aan de Unif, waar de toenmalige bischop Bergoglio een zit had. Ja, oké. Okay. Een zetel had. Anyway. En vandaar ze zegt, ze kenden elkaar. Want ja. die Maxima is ja nu niet zo'n gewone, ik zeg het maar tussen aanhalingstekens, zo'n gewone burgerlijke als jij en ik. Mm-hmm. Die komt ja uit een bepaalde kring. Ja, de vader was minister. Ja. Ja, voilà. En die studeert aan een school waar dus die latere provinciaal van de Jesuiten van Zuid-Amerika in Argentinië, Jorge Mario Bergoglio, een zetel heeft aan die universiteit. Mm-hmm. En er wordt dus bij wijze van spreken nergens op ingegaan dat die twee elkaar kennen. Nu, ja. Als ik op die school zou gestudeerd hebben, zal ik waarschijnlijk Bergoglio nooit niet tegengekomen zijn. Maar ik ben ook niet zo van een, laat ons maar zeggen, zoals zij dat noemen, betere stand als die Maxima. Mm-hmm. Ik loop niet in die hun kringen. Ik vind het persoonlijk heel goed mogelijk dat zij elkaar gekend hebben. Ja. Ja? Dus of dat er nu bewijzen voor zijn of geen bewijzen voor zijn, men zegt ja gemakkelijk, daar waar rook is ook vuur. Mm-hmm. Ik vind jouw bedenking zeker in orde. Mm-hmm. En ik wil daar gewoon toevoegen van, het hoeft niet waar te zijn. Wij weten het niet. Mm-hmm. Maar de mogelijkheid dat het geweest zou kunnen zijn, is zeker gegeven. Nou, laat ik even mij iets specificeren. Het ging mij in het bijzonder om de opmerking een romantische relatie. Ja, en dat laatst nog romantisch met seksueel. Ja. Dus dat is dus, dat noem ik het roddelgebied. Het zou natuurlijk waar kunnen zijn. En wat jij zegt, dat ze elkaar kenden, daar ga ik van uit. De kans dat ze elkaar niet zouden kennen, vind ik heel klein. Heel klein. Want Jorge Mario Bergoglio, zijn baas, die zit in Rome. Dat is de antichrist. Mm. En er zit er dan een dochter van een minister bij hem op de universiteit. En daar zou je geen contact mee hebben? Nou, dan doe je je werk niet goed als, wat was hij? Bisschop, kardinaal. Hij was toch hoofd van de Jezuïeten? Was dat? Ja, later tenminste was hem de hoofd van de Jezuïten. Ik weet niet in de toen der tijd, maar dat speelt ook geen rol. Hij had altijd een hoge positie, zowel als bisschop als als kardinaal. En op het einde was hij de provinciaal van Zuid-Amerika, vanuit Buenos Aires, was hij verantwoordelijk voor de Jezuïtenprovincie Zuid-Amerika of Latijn-Amerika. Oh, heel Zuid-Amerika? Volgens mij wel, ja. Oh, oké. Okay. Dan was je nog hoger dan ik hem ingeschat had. Oké. Okay. Hij was in elk geval een provinciaal. Dat is zijn zetel. En dan moet je een keer weten hoeveel provinciale plaatsen hebben ze daar. In Noord-Amerika hebben ze volgens mijn weten alleen maar 2 in de Verenigde Staten. En in feite is, om het een keer zo te zeggen, om het een keer zo duidelijk te maken, een provinciaal is min of meer de hoogste vertegenwoordiger van de Jezuïten in een land of continent. Mm-hmm. Zoals de nuncio, de hoogste officiële vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, dus de Vaticaan, in een land is. Ja? Men spreekt ook van een nunciature. Ja? Een nunciatuur, dat is dus de ambassade van de Vaticaan in elk land. Want wat vele mensen niet weten, Perry, is dat de Romeins-Katholieke Kerk in de eerste plaats een politieke agenda heeft en een politieke gezelschap is bij wijze van spreken en geen religieuze. De religieuze komt pas op de tweede plaats, maar dat weten de mensen niet. Hè? Precies. En er mag zo dadelijk doorgestart worden. Ik wil nog even kwijt dat de foto die je hier ziet, dat je Willem-Alexander ziet en Maxima en twee mensen van de katholieke kerk. Deze foto is de paus en nog iemand. En die foto is niet gefotoshopt. Dit is echt zo. En dan mag je erbij stilstaan dat het Huis van Oranje, dat is ooit, was dat protestants. Ja, Willem de Zwijger. Willem de Zwijger was een protestant. En dat zijn ze dan zogenaamd nog steeds. Maar wat doet Willem-Alexander, zijnde een protestant, Nederlands hervormd of zo dacht ik dat hij was, wat doet hij op bezoek
bij de organisatie, bij de Bijbelse, historische en profetische antichrist. Nou mag jij weer verder, dus doen we weer play. These claims were later disputed and the story was spinned that it was fake news. And, you know, the media spread more lies about Maxima, blah, blah, blah. What I find interesting, I found this claim by the Government Information Service, and this is the official service that makes the reports in regards to the royal family. And they declared that Maxima did not know Bergoglio personally and had never met him prior to 2008. I find this remarkable because I have the impression that Bergoglio was a friend of the family. And right, right. Also, Maxima studied at the Catholic University in Buenos Aires. She studied economics between 1989 and 1995. And this university was directed by local bishops, among whom Bergoglio. So she studied there, she graduated, but she never met him. Interesting. Well, it's also interesting that her own father was good friends. Could you tell about Jorge Zorriaga and his relationship with the military junta and Bergoglio? Yeah, there's some interesting things to tell about the Zorriaga. Interessant, die nummer 33 die hier ingekringd is. Ja, als mensen dus daadwerkelijk geloven dat is allemaal toeval, dan hebben ze hun Bijbel niet gelezen en begrijpen niet dat toeval niet bestaat. En niet in dit soort propaganda uit. Nee, we hebben het hier te maken met agenten van de duivel. Ja. Ik moet nog even... Satan is veranderd in een engel van het licht. Of een engel het licht. Ik weet niet, we kunnen misschien de Statenvertaling kunnen we direct een keer uithalen om die juiste vers eruit te halen. Mm-hmm. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat zijn ministers werken als de ministers van gerechtigheid. En een koningin noem ik zo een minister van gerechtigheid, die niks anders is als een agent van Satan op deze aarde. Ik hoop dat je door de zware regen mij nog goed hoort. Het is hier aan het onweren momenteel buiten. Ja, dondert, bliksemt en regent als niks. Ja, dus, dat blijft dan allemaal bespaard. Daar horen wij niet veel van. Ik hoor het een beetje ruisen, maar dat klinkt wel gezellig. Ja, dus ik wilde alleen maar echt op die 33 jaar, of dat iedereen dat ziet, want misschien kijkt niet iedereen hier naartoe en dat begrijpt wat dat voor een betekenis heeft. Dat is een kabbalistische nummer. Kabbalistiek is niks anders als de leer van nummers, laat ons maar zeggen. Ja, numerologie. Numerologie, dank je, dat is het woord, ja. Die zowel positief als negatief kan gebruikt worden, laat ons daarin eerlijk zijn. Mm-hmm. Want God, de God van de Bijbel, is ook iemand die kabbalistiek of die numerologie gebruikt. Mm-hmm. In de Bijbel zijn heel veel nummers met een zekere betekenis. De nummer 4. De nummer 7, mm-hmm. de nummer 12, de nummer 13. Ja? Mm-hmm. Jezus Christus is 33 jaar op deze aarde gewandeld, voordat hij aan het kruis ging. Dat heeft ook allemaal zijn betekenis, die nummers. Maar het is een vraag, of de vraag is, bekijk je deze numerologie vanuit een Bijbelstandpunt of vanuit een duivelsstandpunt? Mm-hmm. En de 33 die we hier zien, is van het laatste. Ja, dat lijkt mij ook, niet te vertrouwen, die vrouw. Ja, mag je weer verder? Ja. For sure. I would actually like to add a little more to what I just previously said. Okay, sure. There was a state visit to the Vatican when the current Dutch king, Willem-Alexander, and his new wife, visited the Vatican, an official state visit. And this was filmed, and when Maxima and Bergoglio met, their faces lighted up. So it was very clear that they knew each other very well. So, you know, that's in contrast with what... It's always those little things that kind of give things away, isn't it? Yeah. You can't hide that. Right. But in regards to Zorriaga, of course, he was a minister of agriculture in the Videla dictatorship. And when Maxima engaged Willem-Alexander, there was a lot of fuss about people didn't want him, George Zorriaga, to attend the wedding
because of his involvement in the disappearance of 30,000 political prisoners that were either killed or, well, they disappeared. And so they sent someone to do a formal investigation, which really means a whitewash operation, usually. But even they had to admit that, well, they couldn't prove that he was personally responsible for it, but it was very unlikely that he had not known about it because there were so many. Well, there's also a point in international law. It's called command responsibility. You don't have to have personally done it, but if you're part of the regime, if you're in an executive position in the regime that's killing off people, you have command responsibility, just like the Pope does, for all the actions of his employees. Right, right. And he was also implicated in a whitewash scandal because he was in the board of directors of Banco Repubblica during the time when the bank was accused of whitewashing the profits derived from narco trafficking and illegal weapon trafficking. And this bank, Banco Repubblica, did business with large drug cartels, and they also paid large sums of bribes that were part of the deal. So another scandal, and he was never convicted for it, but well, according to reports, this was because of the corruption amongst Argentinian judges. And ja, ook een interessant onderwerp dat ze hier aanspreekt, die LSDR, corruptie. En ik vind dat wij misschien ook nog onze toeschouwers erop moeten wijzen dat de relatie van de Vaticaan en Argentinië zo veel dieper is en zo veel verder teruggaat als alleen maar de connectie met koningin Maxima. En zoveel verder gaat als het inzetten van de nu paus, Jorge Mario Bergoglio, die we als paus Franciscus kennen. De relatie tussen Argentinië en de Vaticaan is veel dieper en veel langer. En daarom heb ik er juist een beeld gezocht dat ik je wilde tonen van een boek dat ik bezit in twee talen. In Duits, waar er hier die omslag van ziet. Ja, ja. En in Engels hetzelfde boek, ja, Odessa, The Real History. Hier gaat het over de rattenlinies, zoals het ook bekend is. Hier gaat het over het verschepen van mensen die in de laatste oorlog misdaden bedreven hebben, dus oorlogsmisdadigers, die met de hulp van het Rode Kruis, met de hulp van de Vaticaan, uit Europa gebracht, naar Zuid-Amerika gebracht werden. En tijdens dat regime van Perón, waar ja iedereen alleen maar dat mooie lied van Evita kent. Don't cry for me, Argentina. En de mensen hebben geen flauw idee wat Perón voor een nazi was. Mm-hmm. Ja? En als je dan dat boek leest, Odessa, die ware geschichte, dat ik in Duits heb en in Engels. En in beide dingen heb ik alleen maar ingekeken. Ik heb ze niet volledig kunnen gaan lezen. Die tijd niet gehad. Maar ik ben erop dieper ingegaan tijdens mijn lezing The Secret History of the Jesuits, dat je misschien kent van mijn kanaal, dat ik in Engels en in Duits gelezen heb. En daar ben ik in Engels en in Duits op Odessa nog ingegaan, omwille van dat ik er twee kapitels gelezen heb uit het boek, uit Odessa, in die lezing. En dus de relatie van de Vaticaan en Argentinië gaat veel verder als dat vele mensen denken. Het noemt niet voor niks Latijn-Amerika. Ja, exact. In Paraguay hadden we in de 17e eeuw, voornamelijk in de 17e tot begin van de 18e eeuw, de Paraguayan reducties. Ja? De Paraguayan, hoe zeg je dat in reducties, in zeg je, ja, dus reducties slaat op vermindering natuurlijk. Dat is dus in feite niks anders als kampen, bij wijze van spreken. Vandaag daar zouden we min of meer concentratiekampen gaan zeggen. Het gaat erover dat de Jesuiten in die tijd een godsstaat opgericht hebben. Ja? Een koninkrijk van God op aarde, hun God natuurlijk, opgericht hebben in Paraguay. In Paraguay bevatte toen ongeveer de helft van de Zuid-Amerikaanse continent. Dat was veel groter dan dat wat we nu kennen. Hè? Oh, dat wist ik niet. Ja, okay. Ja, ja, ja. Moeten de kenner die oude karten gaan kijken. Jong. Daar valt het bijna om. Dan zeiden van, wauw, dat was Paraguay. Ja, en dat was dan in de 18e eeuw was dat dan volledig kapot gemaakt geweest. Zeker ergens in het begin van de 18e eeuw.
En de Jesuiten hebben zich elders bezig gehouden, maar de Jesuiten hebben een heel lang geschiedenis in Zuid-Amerika, genoemd Latijn-Amerika. Mm-hmm. En dus in Odessa van Ukigoni. Ukigoni is de zoon van een voormalige ambassadeur van Argentinië, dus die komt ook uit de bekring, die weet waarover hij spreekt. En die heeft dat boek fantastisch, fantastisch gedocumenteerd. Ja, die is dus door heel de wereld gereisd naar archieven en musea's, naar archieven van regeringen geweest en heeft documenten ingezien en heeft alles gedocumenteerd in zijn boek. Alles. Ja, dat is wow, ongelooflijk wat, yeah, wat daar uitkomt. En dat is een schitterend boek en dat kan ik iedereen maar aanraden om te lezen. Lees het in Duits, lees het in Engels. Misschien is het ook in Nederlands eruit, dat weet ik niet. Ik heb het in Duits en in Engels en dat is, in Engels is het ook niet zo moeilijk om te lezen. Dus als je een beetje Engels kunt, nou, moet je wel kunnen. Anders kun je die video van Ella Ster en Kevin en het ook niet zien. Nee. Maar we kunnen wel dus, wat, ja, precies. Maar dat boek raad ik iedereen aan om eens een keer te lezen. En ik heb iets van, ik weet niet, €20 of zoiets betaald. Dus dat is heel, okay, goed, heel goed te doen. Dus die verbinding tussen de Vaticaan en Argentinië is veel, veel langer en veel, veel dieper. Dit is alleen in feite het laatste stuk wat er nu aan bod komt, waar ik eventjes een keer over wilde praten, ja, om de mensen een beetje meer verdieping daarin te gaan geven. Hartstikke goed. Gaan we verder kijken, hè? Gehen wir weiter. Well, we see the same pattern here. When there's high-profile people involved, there's no real justice system. They use the system One thing I want to ask, too, during this period, during the Dirty Wars, of course, Argentina went to war, the Falklands War with Great Britain. And it turns out later in a book called In God's Name about the murder of John Paul I in 1978, the Vatican Bank had been paying for Exocet missiles for the Argentine government. Now, do you have any evidence that Bergoglio, who was the archbishop then, was involved in that transaction, or is there anything tied to that? Did you come across anything like that? No, but I haven't researched that, so. Okay. It could be possible. And of course, the interesting thing about Bergoglio is that he went in 3 years in Argentina, he went from being a priest to heading the Jesuits. He was the superior general of the Jesuits in just 3 years. Hmm. Right at the same time, the military coup happens, and then he's good buddies with the junta. Priests have accused him of fingering left-wing priests to the military junta, who were then killed, turning a blind eye to allegations of child trafficking and murder, and even trafficking children of political prisoners. These are all accusations coming up from the priests. So what is your sense of, like, we'll get into that is this, to you, indicative of something more than just crime? I mean, it keeps coming back to Zoriego all the time as well. Yes, well, I haven't researched Bergoglio's involvement as much, but one thing that I find very telling about the Zorriguetas is the work of art of Dolores Zorrigueta. See, Jorge Zorrigueta, the Maxima's father, was previously married, and he had 3 children in his first marriage. And Dolores Zorrigueta is Maxima's half-sister. And she's an artist, and she made, well, the pieces of art she creates are very interesting and very telling. There is a piece that's called The War of the Helicopters, and it's an illustration of a war scene where people are being dumped in a pit or incinerator. Right. And if you look at her entire collection, it's sheer Satanism, it's horror, childhood trauma. Ik moet hier even een opmerking op geven, Perry. Mm-hmm. Ze spreekt je van dat beeld, The War of the Helicopters. En er is een beeld alsof mensen gedumpt worden in een donkere pit, mm-hmm, en dergelijke dingen meer. Mensen die zich met de vuile oorlog van Argentinië willen gaan bezighouden, mm-hmm, zullen leren dat in den tijd die militairse junta mensen ontvoerd heeft. Duizenden mensen, mm-hmm, en niet alleen van helikopters, maar ook uit vliegtuigen, ja, uit duizenden meter hoogte uit de lucht geworpen heeft in de zee en andere plaatsen, ja, en ze gewoon eraf geduwd heeft om ze te vermoorden. Ja, klopt. Duizenden mensen, en daar zijn bewijzen voor, dat is geen conspiracy theory. Mm-hmm. En wat die halfzus van Maxima hier in haar kunst, tussen aanhalingstekens, ja, aan het verwerken is,
is precies dat gebeurtenis van toen. Of dat ze dat nu meegemaakt heeft of niet, of dat ze er alleen maar van gehoord heeft, of dat ze daar maar voor gewoon geld wil uitslagen uit dat feit, laat ik allemaal in het midden. Dat weet ik niet. Nee. Maar wat ze hier op een artistieke manier, zoals zij zegt, probeert de mensen bij te brengen, is gebaseerd op daadwerkelijk gebeurde feiten. Ja, als ik even mag reageren. Punt 1. Tuurlijk. Ik vind dit niet artistiek wat die Dolores maakt. Het is, ja, kunst is voor mij iets dat heeft te maken met techniek en zorgvuldigheid. Iets waar je heel lang op oefent. En wat ik hier zie, dat schilderij, dat zijn stukken vlees, die zijn samengebonden. Ja, dit is de kunst van een slager die een rollade maakt. Dat is geen kunst. Iedereen kan een hele hoop vlees bij elkaar binden en aan touwtjes ophangen. Dat is geen kunst. Dat is geen kunst. In het oude Griekenland heette dat techne, waar ons woord techniek vandaan komt. En dat schilderij wat je net zag van de oorlog der helikopters, dat is kleuterpriegelwerk. Dus dat is geen kunst. Dat word ik even kwijt. En nog even die andere opmerking. Dat Jorge Mario Bergoglio priesters heeft aangewezen aan de junta. Dat hij heeft gezegd van ruim die maar ook lekker op, nou je toch bezig bent. Dat is waar. 105 priesters van de katholieke kerk, die werkten in de sloppenwijken, die waren verordeneerd om te stoppen met dat werk. En zich terug te trekken en naar een beter betaalde baan of zo te gaan kijken. Niet meer te werken voor die allerarmste. 105 van die priesters, waaronder 5 vrouwen, nonnen, die weigerden daaraan gehoor te geven. Die hielden vast aan hun belofte der armoede en hebben dat met de dood moeten bekopen. 105. En ook Jezuïten, een stuk of 3 waren zelfs Jezuïtenpriesters, waar hij verantwoordelijk is voor het verdwijnen van hun. Ja, ja. Mm-hmm. Dus dat slacht dus ook eigen broeders en zusters af. Ja, 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 die kennen geen grenzen, hè? Nee. Dat gaat weiter, mijn broeder. Bloody sculptures, dresses made of bloody band-aids, a dress made of sort of human tissue dripping blood, graphics of people in bondage, in cages, in extreme state of pain or horror, sculptures of genetically modified monsters. And even more disturbing and more telling is the series The Children Project, that are clear references to satanic ritual abuse of children. For instance, a white doll's carriage with a bloody trail. I mean, it's really just beyond, yeah. And this is all produced by the half-sister of Maxima Zariega. Yes. So yep. You wonder what she had been through in her childhood, and she found art to express her childhood trauma. And then another interesting aspect is that Maxima's younger sister from the second marriage, Ines Zorigieta, committed suicide last year. I believe it was last year. Ik wil even nog een opmerking kwijt, Jörg. Ja, zeker heb, over dit. Ja, over dat seksueel kindermisbruik en dat satanic ritual abuse. Ik heb een vrouw ontmoet en die vertelde mij dat zij getuige is geweest van praktijken waarbij kinderen werden afgeslacht midden in de nacht. Ze mocht mee met haar vader naar zo'n zwarte mis. En zij zei dat zij in die tijd dacht van als ik nou maar 18 word, dan overleef ik het hele zaakje wel. Nou zei ze, die droom was voorbij toen ik een jaar of 14, 15 was en voor mijn ogen werd er iemand afgeslacht van een jaar of 18. Dit heeft die vrouw mijzelf verteld. Ik ga er niet van uit dat zij dit uit haar duim zoog. Dus satanistisch ritueel misbruik van kinderen en mensen, of zoals jij het zegt, kinderen van God, dat gebeurt. Dat gebeurt hier, gebeurde, volgens de woorden van die vrouw, hier in Arnhem. Jij mag weer even, Jörg, of doorstarten. Dat, ja, dat gebeurt er nog altijd, Perry. Dat mogen we nooit niet vergeten. Dat zijn geen dingen uit het verleden. Maar als we een keer in het verleden willen gaan kijken, laat ons toch eens eventjes een keer naar de Bijbel gaan zien. Ja? Al in dat boek Deuteronomium, in het 5e boek van Mozes, spreekt God toch over, ik heb toch mijn mensen nooit niet aangeraden om hun kinderen op te offeren aan Moloch.
Zij mogen toch hun kinderen en hun mens niet door vuur sturen. Ze mogen toch hun kinderen niet opofferen aan deze valse goden. Dat staat allemaal al in het boek van Deuteronomium. Dat is, ja, 3000 jaar geleden. 3500 jaar geleden. Zoiets. Ja, daar is niks nieuws onder de zon. Dat heeft het altijd gegeven. Dat zal altijd zo blijven bestaan. Ook omwille van dat de God van deze wereld, die de meeste mensen appreciëren, Satan is. Ja. Want de echte God hebben ze hun rug toegekeerd. Die moeten ze niet. Die willen ze niet. Die verstaan ze niet. Want de God van deze wereld, Satan, leert hun dat goed kwaad en kwaad goed is. Ja. Het is een onderwerp, Perry, daar kunnen we denk ik urenlang over doorgaan. En enkele dingen die je juist gezegd hebt, daar komen ook zo onderwerpen aan, gelijk snuff-movies en zo, daar komt hier ook nog in deze video aan de praat. Ja, ja, speel hem maar door. Dat is iets, dat komt aan bod, maar ik wou je zeggen, we zijn hier bij die Ines Zorigueta, die dus hier gestorven is, op 33-jarige leeftijd. Je ziet het hier in links staan, op 33-jarige leeftijd. Dus daar zitten we weer aan die Kabbala, 33. Ja. Ja? En ze heeft zo gezegd zelfmoord gepleegd. Ja, ja. Ja, oké. Er staat bij de vermoedelijke doodsoorzaak, dat kan ik nog net lezen. De vermoedelijke doodsoorzaak, en dan lalala, en dan eronder zelfdoding. Ja. Dus er wordt vermoed dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Ja, gelijk met zoveel mensen waarvan we weten dat ze vermoord werden. Je kunt even goed zeggen dat John F. Kennedy zelfmoord gepleegd heeft. Ja. Oké. There's also rumors that she was suicided. So that it was done by an outside force. It's like that last Saturday when the Ninth Circle ritual was supposed to be scheduled, a woman called Natasha Jate was found dead in her apartment. Mm-hmm. She was an Argentine journalist who had publicly accused Jorge Bergoglio's good friend of being involved in child trafficking, and then she's dead. The day after he is removed and the Ninth Circle thing occurs. You know, I don't think these things are coincidences. No, probably not, no. And it's interesting that you mentioned the help of the Vatican in the Dirty War. I'd like to point out another thing that sort of links also the Zorreguetas and the House of Orange together. They both families like to spend their winter holidays in Bariloche. And Bariloche is a Swiss-like area in Argentina. It's a holiday resort, and it actually looks like Switzerland, and it's frequented during the winter for skiing holidays. And both the Zorreguetas had a home there, and now the royal family has a home there too. But this happened to be the region where Nazi criminals created their enclave after they escaped the Nuremberg trials after the Second World War. Right. And they settled down there. And there's even this closed document from the FBI or CIA that Hitler had escaped to Argentina and most likely to this exact same region. And Prince Bernhard, the grandfather of the current king and husband of Maxima, he had met the Zorreguetas, already in the... In the Second World War. I'm sorry, I'm coming down with a cold, so... That's all right. But they had already met, and apparently... Well, just one second. Yeah, that's fine. I should just mention to listeners, too, that both King Willem's father and grandfather were Dutch Nazis. Prince Bernhard, the grandfather, was a member of the Hitler's personal bodyguard. Prince Klaus was a member of the Hitler Youth. So again, here's the Nazi connection with the Dutch family and Bergoglio. Yes, that's an important detail. And there are also claims that Prince Bernhard helped Nazi criminals escape. Ja, en hier kom ik eens tussen, want ik was iets aan het zoeken en ik heb het eindelijk gevonden. Het is een interessant wetentje dat men eens een keer kan doorlezen. Het gaat over Bormann.
een hoge natie in het Derde Rijk. Ja? Jezuïtenvader Martin Adolf Bormann. Ja? We weten ja dat de nazi's een oprichting waren in feite van de Romeins-Katholieke Kerk. Zeker mm-hmm. van de Jezuïten. Mm-hmm. Hier hebben we dus vader Martin Adolf Bormann, hier hebben we zijn zoon Martin Bormann en hier hebben we Adolf Hitler. Mhm. En dit klein papiertje, daar kunnen we misschien een andere keer doorgaan, is gewoon interessant, want dat spreekt ervan, dat daadwerkelijk Bormann en Hitler via Argentinië naar Chili zouden verhuisd zijn. En het gaat verder, hier hebt u beelden van Santiago de Chile en Patagonia, South of Argentina, dus het district waar Alastair juist over aan het spreken is, ja, het mm-hmm. Zwitserland van Argentinië. Mm-hmm. Ja. Hier heb je een foto dat genomen is van Adolf Hitler in Chili met een leeftijd van 109 jaar oud ergens. En okay. dat kun je op internet ergens kan vinden. Ja. Ze zeggen dus bij wijze van spreken, Hitler is niet gestorven door een kopschot Die bunker in Berlijn. In de bunker in Berlijn, ja, dat is helemaal niet waar. Maar die is zo en zo veel oud geworden. Ah ja, hier zie je, ik heb dan een keer iets bewaard en dat is natuurlijk niet meer, niet meer beschikbaar. Zoals mm-hmm. we dat al vaak kennen van dingen als je later iets wilt opzoeken. Hitler en Bormann. Dus ook samen hier trouwens met Adolf Eichmann, die we ja kennen, want die hebben ze ja dan later een proces gemaakt in Israël. Ja. Mhm. Ik weet nu niet waar dat beeld is. Ik denk dat ik dat beeld zelf ook genomen heb, omdat ik dat gewoon te belachelijk vond. Maar ja, zelfs als Hitler naar Argentinië gevlucht zou zijn, dan geloof ik nog niet per se dat hij precies 109 jaar oud geworden zou zijn. Ja, dat wäre een andere zaak. Maar in elk geval is dit een interessant papiertje om een keer door te gaan. Als je wilt, kan ik het aan die sturen. Kunnen dan een eigen video over maken. Je eigen onderzoek. Maar ik vind het interessant, omdat Alastair hier juist over... Daarover ik spreek, Hitler overleed in Argentinië. Ja. Ja? Daar is dus die bron die ik hier heb, is niet de enige bron. Dat is dat wat ik daarbij zo interessant vind. Ja? Ja. Andere mensen spreken over precies dezelfde dingen. En dat is zeer interessant om eens een keer uit verschillende bronnen dat een of andere, tussen aanhalingstekens, weten bevestigd te krijgen. Ja. Ja? Wij spreken hier over dingen die natuurlijk niemand wil dat die aan het licht komen. Want wie gaat dan die geloven van Hitler, die heeft zo en zo lang overleefd. Ja, waarom? Die was doch so ein schlechter Mensch. De Romeins-Katholieke Kerk heeft Hitler de laurels van de overwinning gegeven. Ja. Dat was zelfs nog gepubliceerd in het Franse magazine. Nu kom ik niet op de naam. Door Franco ook, door die Spaanse nazi. Mm-hmm. Ja. Maar ik kom niet op de naam van het magazine nu. Maar het staat in die verborgene Geschichte der Jesuiten of the Secret History of the Jesuits. Dat staat in Tribune, denk ik, heißt dat, noemt dat blad, mm-hmm. waarin dat verscheen. Ne? Aha. Dat Franco bij wijze van spreken een doodsbekondiging gegeven heeft, of een spijtbekondiging voor de dood aan Adolf Hitler. Ja. Adolf Hitler, de zoon van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja? Ja, ja. En zo verder. Dat staat allemaal in die verborgene Geschichte der Jesuiten, of Secret History of the Jesuits. Ik kan dat direct uitzoeken als je wilt, kan ik je dat toch niet direct een keer gaan tonen. Mm-hmm. Vele mensen die zeggen van ja, Hitler is zeker omgekomen in Berlijn. Ik denk eerlijk gezegd niet even. Nevenmin, als ik denk dat mensen zoals Saddam Hussein gedood werden in Irak en ik ook niet geloof dat Gaddafi gedood werd in Libië, dat zijn andere mensen, die ware mensen hebben ze eruit gehaald, want die hebben hun agenda zo goed gespeeld, die hebben een lekker retirement, zoals men zegt. Ik weet nu niet dat Vlaamse woord daarvoor. Ja, pensioen. Ja. Pensioen, die hebben zich hun pensioen verdiend en zijn ergesand genieten, weet je. En de mensen denken natuurlijk, die zijn al lang overleden. Dus dat Hitler overleed in Argentinië, zal ik hier niet zomaar als nietszeggende conspiracy theory afdoen. Ik zou zeggen, van daar zijn nog ganz andere papieren en dingen van die wij nooit niks weten. Mhm. En de CIA... Of in de tijd de OSS, want die CIA bestond ja toen nog niet. Dat was ja toen Office of Strategic Services, uit die CIA is voortgegaan. Al deze nachrichtendiensten, hoe zeg je dat in Nederlands? Inlichtingendiensten. Inlichtingendiensten, dank je. Al deze inlichtingendiensten worden gerund door de Jezuïten. Ja. Mm-hmm. En
Dus dat is geen conspiracy theory, geen conspiriteitstheorie. Samensweringstheorie, ja. Sorry, ja. Ik vond niet op het juiste woord. Verschwörung op Duits, ja, ja. Ja. Op Duits ken ik het nog, dank je. Maar dat is dus geen samensweringstheorie dat die NSDAP hier aan het uithalen is. Dat is dat werk, dat heeft hand en voet. En alleen hebben wij niet altijd de bewijzen om het volledig te kunnen gaan bewijzen. Ja, en ik wil even daar tussen inbrengen dat die rattenlijnen, of zo, die rattenlinie, de Vatican Red Lines, dat is onomstotelijk vastgesteld. Dat is gebeurd. Daar zijn ook verschillende boeken over geschreven. Hè? Ja. Nou, en dan geef ik dan iedereen die dan twijfelt van wat ze dan met Hitler hebben gedaan. Nou, het is een beetje gek als je ze al die nazi's, oorlogsmisdadigers, die gaan allemaal lekker enkele reizen Argentinië. En de leider, die laten ze verrekken in Berlijn. Hoe zou dat ontvangen worden bij iedereen die dan wel op de onderzeeboot mocht? Natuurlijk hebben ze Hitler er ook een plekje gegeven. Maar wat heeft Hitler fout gedaan? Het was de taak van Hitler om Duitsland op de knieën te krijgen. Nou, dat is Hitler prima gelukt. Schitterend gelukt, ja. Ja, die heeft de Duitsers zich dood laten vechten daar bij Stalingrad. En nog wel meer. Ja, oké, gaan we weer verder, ja? Ja, hier zie je het boek van Mark Arons en John Loftus, Red Lines, ja, de Vatican Red Lines. Mm-hmm. Dat is één van de boeken, maar er zijn veel verschillende boeken over geschreven. Hoe dat dus de nazi's met de Sovjet-Unie en Amerika samengewerkt hebben, ja, om welke agenda naar voren te drijven, Perry? Ja, de agenda van de katholieke kerk. Van de antichrist. Ja. Precies. Maar even voor de kijkeraars. Wat je hier ziet, dat is het zo'n beetje omgevormde symbool van de vlag van het Vaticaan. Met die drielagige hoed en die twee sleutels. Ja. Ja. Maar goed, gaan we door. Als ik zeg. And also the Dutch airline company KLM is implicated in the escape of the Nazis to Argentina and South America. So yeah, there was a major route of what they call the rat line, the Vatican rat lines, where they'd smuggle Nazis out through Italy, monasteries, Franciscan monasteries, and also, of course, through rural families. Mm-hmm. Yep. Yeah, so Prince Bernhard already met the Zorgetas in the Second World War, and he probably met with Maxima's grandfather or great uncle. And the years after the war, he frequented... Well, he frequently visited Bariloche for his winter holidays, and right, maybe even during the dirty war. And there are also reasons to believe that the marriage between Willem-Alexander and Maxima is an arranged marriage. So, right. Well, bringing this to the Netherlands now, unless there's more stuff you want to share about Argentina. No, but what I'd like to point out, and as you said, both Prince Bernhard and Prince Klaus were Nazis, but also these names keep popping up in reports about satanic abuse and sexual abuse and involvement in pedophile networks. Right. So that's... Well, in terms of the Netherlands, let's talk about the ties. Of course, you might have to tell folks a little bit about who Mark Dutroux is, mm-hmm, and his ties to some of these people. Ja, hier ga ik nu eventjes stoppen, want we zijn bijna bij een uur in deze uitzending aangekomen. Ik dacht precies hetzelfde. Ja, Perry, we zijn twee handen op één buik. Ja. Dat gaan de mensen ook nog leren als we nog een beetje meer samenwerken, wat de laatste tijd ja een beetje meer gebeurt. En ik vind het heel schoon om dat samen met jou te doen, maar wij willen dus de aandachtsmogelijkheden van onze luisteraars niet overspannen. Ja. We willen het graag op ongeveer een uurtje houden en misschien was dat zover een interessante inleiding, mm-hmm, dat jullie zeker gaan terugkomen voor het tweede deel van deze nieuwsuitzending van Perry. Welke naam dat we daaraan geven, ja, dat zal ik nog zien. Ik geef dan misschien een andere naam als hij.
zijn, maar ik ga het ook, dat beloof ik, zo rap mogelijk op mijn kanaal opladen. Mm-hmm. En ik ga ook iedereen een e-mailtje sturen, want ik heb dat verleden keer ook met mijn met de laatste video gedaan die ik met Perry samen opgenomen heb. En kijk, in één keer kreeg dat 200 kliks. Hij heeft nog nooit eerder een Vlaamse video gekregen, omdat ik nooit die mensen een e-mail gestuurd heb. Maar deze keer heb ik dat gedaan en zelfs respons antwoorden op gekregen. En ik vind dat dit een zo belangrijk onderwerp is. Zo enorm belangrijk. Mensen, daarom heb ik deze serie gedaan. Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Ik doe die serie nog, ik zet ze voort. En ze gaat nog jaren voortgezet worden. Ik wacht alleen nog op een beetje materiaal dat vertaald wordt om de volgende, de 14e aflevering te kunnen gaan doen. En nog eens een keer terug, want we zijn in de video van Ella Stert tot nu toe nog niet op de kindsmisbruik echt toegekomen. Daar komen we nog naartoe. Ja. Maar in deze 13 video's wordt de moraaltheologie van de Romeins-Katholieke Kerk tot op de grond bestudeerd en bijbels bewezen dat kindsmisbruik aan de wortel ligt van de dogma's van de Romeins-Katholieke Kerk. En ik bewijs het met bijbelversen uit het boek van de Romeinen en andere plaatsen in de Bijbel. En daar kunnen we ook later, of volgende keer, ook nog een beetje over babbelen. Ja. Maar nu wil ik graag nog Perry voor een afsluiting aan het woord laten. En dan zeg ik, Jörg, voor mijn deel hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. En leest ondertussen uw Bijbel. Want die moet je eerst lezen en begrepen hebben en geloven en je moet ze leven. En dan pas kun je begrijpen waarom deze wereld zo is als dat ze is. Alsjeblieft, Perry, aan jou het laatste woord. Mooie afsluiting, Jörg. Dankjewel. Ja, mensen, we zitten tegen het uur aan. Ik ga met Jörg nog even door. Waarschijnlijk dat we het volgende stuk er gelijk achteraan gaan doen. Maar dat is aan ons. Hè? Ik hoop dat jullie hier goed naar geluisterd hebben. En begrepen hebben dat er echt wel wat aan de hand is met onze wereld. En zoals Jörg zegt, er is hier sprake niet van een heerschappij door het goede, maar door een heerschappij van het kwade. En de oorzaak daarvan moeten wij zoeken bij onszelf. Dat is ook de these van Frederik Tupper Saucy met zijn boek De Heersers van het Kwaad. Daarom zegt Jörg ook terecht, lees en begrijp je Bijbel. Nou, en ik zeg dan altijd op zijn hamburgers, want dat doe ik altijd op zijn hamburgers. Niet omdat Jörg er vandaan komt, maar gewoon omdat ik dat altijd doe. Zeg ik op zijn hamburgers, tjus en tot de volgende uitzending.